Hallo iedereen, ik ben Matteo de Klerk. Vandaag zijn we weer in Lille voor de Kroatencross. Het is mijn laatste wedstrijd voor ik volgende week vertrek op stage naar Mallorca met de wegploeg. Het is nu een dikke 3 uur voor de wedstrijd en nu ga ik mij omkleden om te gaan verkennen. Zo, ik ben omgekleed. Nu ga ik het parcours gaan verkennen. Ik heb het Grifo-profiel gestoken. Ik krijg een redelijk lage bandendruk, 1,15 bar, omdat het hier toch wel redelijk veel zand ligt. Ik heb hier ook al 2 keer gereden. Misschien schakel ik nog over naar Chicane, maar nu ga ik eerst een keer beginnen met Grifo. Het parcours van de Kroatencross ligt op het bekende recreatiedomein van de Leelse Bergen. Deze wedstrijd wordt reeds sinds 1992 jaarlijks georganiseerd. De profs rijden hier volgende week en die wedstrijd behoort tot de X2O Badkamerstrofee. De ondergrond is voornamelijk zand of bosgrond en meestal makkelijk bereidbaar, wat maakt dat het een snelle cross is. Ik heb nu 2 keer het rondje gedaan, het gaat heel vlot. Het is een redelijk kort rondje, maar wel een heel leuk rondje. Ik ga nu een keer met Chicane verkennen, want ik weet eigenlijk niet waarom ik met Grifo moet verkennen hier, want alles is heel vlot bereidbaar. Het zand blijft wel een beetje plakken, maar dat komt omdat we eigenlijk langs het water rijden. Ik ga nu een keer naar de auto gaan om te wisselen van de band. Zo, ik heb net andere wielen gestoken. Het is nu 2:15 voor de wedstrijd en ik ga nu nog 1 rondje met deze wielen rijden. Het gaat inderdaad veel vlotter met de chicane-tubes die specifiek gemaakt zijn voor deze zanderige ondergrond. Je kan hier vlot snelheid maken, enkel waar het los zand is, zal het moeilijker zijn. Het heeft de voorbije dagen geregend en daardoor is het zand goed aangereden. De technische passages zijn heel makkelijk te nemen, de voorbije jaren was dit wel anders. Ondertussen hebben de parcoursbouwers de balken hoger gelegd dan bij de aspirantencategorieën, maar ze zijn nog altijd tamelijk vlot te nemen. De ondergrond bij de landing zorgt er wel voor dat je niet veel tijd wint, maar als ik kan springen, doe ik dit altijd. In het mulle zand moet je wat geluk hebben dat je een goed spoor hebt, zodat je naar boven kunt rijden. Het lukt me hier nog, maar in wedstrijd zal dit niet zo makkelijk zijn. De verkenning zit erop. Ik voel me goed bij deze bandenkeuze. Ik ben ook nog een stukje naar beneden gaan in bandendruk. Ik krijg nu 1:10 vooraan en 1:15 achteraan. Nu ga ik mij gaan inschrijven. Onderweg naar de inschrijving vragen enkele jonge YouTube-fans om op de foto te gaan. Wat ik uiteraard met veel plezier voor hen doe. Binnen hangt de deelnemerslijsten omhoog van de verschillende categorieën en wanneer ik mijn nummer heb gevonden, kan ik me inschrijven bij de koerscommissarissen. Ik ben terug van de inschrijving. Ik heb niet zo'n goed lotje getrokken. Ik heb lotje nummer 74 getrokken. Ik heb plug nummer 4. Ik ga jullie een keer uitleggen hoe dat eigenlijk werkt, het systeem met lotje trek. Iedereen die is ingeschreven trekt een lotje. Er zijn er nu een 30-tal ingeschreven. De nummertjes gaan meestal van 1 tot 100. En zo kun je een beetje mikken waar je gaat staan. Ik heb nu 74, dus ik sta ongeveer 3/4 van het pak. Dus ik vermoed dat ik op de 3e rij ga starten. Wat zeker niet ideaal is op dit parcours, want het is eigenlijk single track direct in het zand. Maar we gaan er het beste van maken. Zo, we zijn nu 3 kwartier voor de wedstrijd en nu ga ik 20 minuutjes op mijn rollen opwarmen. Ik doe meestal 2 blokjes waarbij ik op een zwaar verzet aan het trage cadans rijd. En dan doe ik nog 2 kortere blokjes waarbij dat gewoon een keer volledig sprint. Om een keer de been goed op te warmen. De opwarming zit erop. Ik ga nu stilletjes aan naar de start gaan.
We zijn met 27 vertrekkers die klaarstaan voor deze race. Zoals verwacht word ik bij de laatste afgeroepen en moet ik plaatsnemen op de derde startrij. Het startschot is gegeven en we zijn vertrokken. Door een manoeuvre links van me moet ik even uitwijken en kom ik bijna tegen een adaars terecht. Ik schiet uit mijn klikpedaal en verlies hierdoor veel plaatsen. Als derde laatste moet ik nu alles geven richting de eerste bocht. Ik neem een risico door heel hard te remmen en kort in te draaien. Dit lukt me en ik sprint voluit richting de eerste zandstrook die ik vanuit een tiende plaats kan ingaan. Ik probeer nog een plaats op te schuiven, maar dat lukt me telkens net niet. Ik voel wel al dat de snelle start me even naar adem doet snappen. Wanneer we een eerste keer de materiaalpost passeren, ligt Belgisch kampioen Hiel Lejeune al op kop. Gevolgd door Miel de Klerk en Lars Corsus. Zelf word ik op dit stuk voorbijgestoken door Dario Ingels en zit nu 11e. In de eerste U-turn verlies ik nog een plaatsje en ik zit nu 12e in de race. Het zal knokken worden voor iedere plaats op dit snel en technisch parcours. Op de rechte stukken, op de kracht, kom ik net iets te kort. Maar van zodra de technische gedeeltes eraan komen, kan ik vlot terugkomen. Met een groepje van 6 renners gaan we de tweede ronde in. Ik zit in laatste positie en besef dat ik zeker moet opschuiven, wil ik een goede uitslag rijden. Na een zandstrook kan ik terug een plaats opschuiven en na de materiaalpost win ik terug een plaats. De top 10 lijkt in zicht. Ik voel me nog goed en ondervind weinig moeilijkheden om het goede spoor te vinden. Ik kan de balken vlot springen, maar win hier niet echt plaatsen mee. We zitten nu halverwege de wedstrijd en voor iedere plaats wordt er keihard gestreden. Vlak voor de zandstrook kan ik een plaats winnen en zit ik op de 10e plaats. Na de eerste lange zandstrook zet ik mijn weg naar voren verder en gaat de renner voor mij vlak voor een bocht voorbij. Ik ben nu 9e. Ik heb nog zicht op de 6e plaats en besluit alles te geven. In het technische gedeelte nader ik meer en meer en na de balken zit ik in het wiel van Cédric Lambert, die nu 8e zit. We gaan met 3 de laatste ronde in en we strijden nu voor de 7e plaats. Vlak voor het ingaan van het veld kan ik Cédric voorbij gaan en ik ben nu 8e. In de richting van de materiaalpost komt hij mij echter terug voorbij en het blijft een nek-aan-nek race met ons drieën. Ik probeer voorbij te rijden waar het kan, maar het lukt me net niet. Uiteindelijk sprinten we, maar het beste is eraf en ik word 9. De wedstrijd zit erop. Ik ben 9e geworden. Ik ben wel redelijk tevreden van mijn wedstrijd, want ik moest weer van helemaal van achter komen, want bij de start schoot ik weer uit mijn pedaal. Ik denk toch dat ik mijn pedaal een stuk harder ga moeten zetten. Ik heb dan nog wel binnenkant bocht een paar mensen kunnen voorbijsteken, maar vanaf dat je eigenlijk verder dan de 5e plaats zit, kun je hier niet zoveel doen op parcours, omdat je eigenlijk direct in het zand zit en het is eigenlijk direct single track. Maar ik ben wel tevreden van mijn wedstrijd. Ik heb van groepje naar groepje heen uiteindelijk nog mijn groepje van 3 geraakt, maar niet meer er voorbij geraakt in de sprint. Maar ben tevreden. Volgende week ga ik op stage en ik ga jullie ook tonen hoe dat eruit ziet. Bedankt allemaal om te kijken en niet vergeten, like en subscribe!